Welkom bij de autocollectie van Joël Beukers. Joël Beukers is een online coach, fitnessmodel, entrepreneur en online influencer. Op dit moment heeft hij een geschatte net worth van ruim 2 miljoen euro. Zijn autocollectie is goud waard. En de goudkoorts van Beukers is nog lang niet voorbij. Wat betekent dat zijn autocollectie nog steeds uitbreidt. Op dit moment heeft Joël Beukers een autocollectie van 6 auto's. Met een geschatte waarde van meer dan 1 miljoen euro. En dat is zonder de bijzondere nummer 5 van deze lijst mee te rekenen. Ben jij nou nieuwsgierig naar de auto's die Beukers in zijn collectie heeft? Blijf dan vooral kijken, want je bent bij ons op de juiste plaats. Laten we beginnen met auto nummer 6. Dit is de iconische Mercedes AMG G63 6x6. Deze auto heeft maar liefst een prijskaartje van 300.000 euro. Ook is hij gerapt in een mooie gouden kleur, wat erg typeert voor Joël Beukers. Bovendien heeft de auto een aangepaste uitlaat voor een nog veel indrukwekkender geluid. Beukers gebruikt mezelf ook vaak om offroad te gaan crossen. Auto nummer 5. Auto nummer 5 is de Formule 1 A1 GP. Deze auto heeft Beukers gratis gekregen. Helaas voor Beukers is deze auto momenteel niet bruikbaar omdat de accu kapot is. Maar Beukers heeft beloofd hem te laten repareren zodra hij de 300.000 abonnees haalt. Net als zijn andere auto's is ook deze auto in zijn lievelingskleur goud gerapt. Auto nummer 4. Auto nummer 4 is de Ferrari 812 Superfast met een prijskaartje van zo'n 480.000 euro. Deze snelle auto is uitgerust met een 800 pk motor en kan in slechts 2,9 seconden de 100 km per uur aantikken. En ik zei het al, Joël Beukers heeft een serieuze goudkoorts. Het zal hem vast niet verbazen dat ook deze auto in een gouden kleur is gered. Auto nummer 3 is de BMW X5 met een prijskaartje van zo'n 100.000 euro. Zoals laatst in zijn vlog te zien was, heeft Beukers deze auto al flink naar de Filistijnen gereden. Hij en zijn vrienden gebruiken deze auto namelijk vaak om de wildste stunts uit te halen. Zoals het doorboren van een caravan of het maken van gekke jumps. Auto nummer 2. Auto nummer 2 is de Mercedes 560 Cell. Dit is een klassieker uit 1991. Deze auto gaat rond voor zo'n 120.000 euro en is uitgerust met stoelverwarming en een verzetbare achterbak. De versie die Joël Beukers heeft werd gemaakt van 1987 tot 1991. Hierom heeft Beukers voor de afwisseling eens een keer niet gekozen voor een gouden wrap. Hij heeft zijn Mercedes namelijk in plaats van een glinsterend gouden kleur gewoon nog in de originele conditie gelaten. Tot slot hebben we auto nummer 1 op de lijst. En hoe kan het ook anders dat dit een geweldige Fiat Multipla is? Deze prachtige auto wordt gebruikt om lekker door de modder te crossen en te driften. En heeft een prijskaartje van maar liefst 25.000 euro. Ook deze auto is in een gouden kleur gewerkt, zodat hij hoort in de collectie van Joël Beukers.